Ik wil duidelijk zeggen dat de kwetsende en beschuldigende woorden van terugkeren naar Marokko binnen het kader van een redenering, dat ik daar spijt van heb, van die woorden, in de eerste plaats spijt van heb, dat ik daar de indruk ook heb gegeven, mevrouw Kitir Meiram, te kwetsen. Ook de Marokkaanse gemeenschap. Ik heb nooit de bedoeling gehad, nog Meiram, nog de Marokkaanse gemeenschap te kwetsen. Twee, wil ik zeer duidelijk zeggen, dat zijn woorden die niet tot mijn woordenschat behoren. Ik ben geen racist, ik zal nooit een racist worden. Vandaag niet, morgen niet. En ik hoop ook dat we samen in de toekomst hard kunnen werken tegen elke vorm van racisme. Racisme kan hier niet, kan nergens, maar kan zeker ook niet in het parlement. We hebben een voorbeeldfunctie en het parlement zal en wij zullen samen nog initiatieven kunnen nemen om racisme op alle vlakken te bestrijden. Ja, voor mij, ik ben blij dat Luc is ingegaan op de uitnodiging om een constructief gesprek te hebben. Ik ben blij dat het probleem erkend is, maar voornamelijk dat het racisme, dat een duidelijk signaal komt dat dat niet kan. Dat dat niet in dit huis kan en ook niet buiten het huis kan. En ik ben blij dat we door dialoog te voeren, dat we er samen zijn uitgekomen en zodat we samen een boodschap kunnen brengen dat we tegen racisme zijn ten alle tijden.